Kilian, gefeliciteerd met je eerste contract bij ADO Den Haag. Wat ging er door je heen toen je de krabbel zette? Ja, een heel trots moment. Ik speel nu 3 jaar in de jeugdopleiding van ADO Den Haag. En ja, ik ben heel blij dat ik het nu heb mogen belonen met mijn eerste contract. Hoe is dat dan als dan je familie erbij is en je zet dan die handtekening? Ja, dat is gewoon heel leuk. En ja, mijn familie is er altijd voor me, dus daar ben ik ook heel blij mee. En ja, het was leuk dat ze er waren. Je bent de 15-jarige jeugdkeeper van ADO Den Haag. Voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, wie is Kilian Nkyema? Nou, ik ben nu keeper van ADO Den Haag onder 16. Ik ben nog niet zo heel lang keeper, dus ik kan best goed meevoetballen. En ik ben goed op mijn lijn en heb een goede reflex. Ja, en volgens mij ben jij begonnen bij Voorschoten. Ben jij op latere leeftijd pas van linksbuiten keeper geworden? Kan je vertellen hoe dat gegaan is? Ja, ik was eerst altijd linksbuiten, tot met de D2. En toen was onze keeper best wel vaak niet. Of we hadden keeperstraining en dan ging ik keeper op onze trainingen. En op een gegeven moment zeiden mijn trainers van ja, hij doet het zo goed. Hij mag in het goal gaan staan. En toen ben ik begonnen dus in de D1 van Voorschoten en daarna ben ik naar ADO gegaan. Volgens mij kon je kiezen uit meerdere clubs toen. Ja, ik kon kiezen tussen Ajax en ADO. Ik had ook stage gelopen bij Feyenoord, maar daar was ik niet aangenomen. En toen kon ik kiezen tussen Ajax en ADO. En toen heb ik gekozen voor ADO. Waarom vind jij ADO zo'n mooie club die bij je past? ADO vind ik sowieso een hele mooie club, want het gaat hier echt om strijd. En ADO is ook lekker dichtbij. Het is gewoon, ja, ik kom niet uit Den Haag, maar wel uit regio Den Haag. Dus gewoon een club die beter bij me past. Het keeper gaat je zo goed af dat je zelfs meerdere keren voor jeugdelftallen van Oranje bent uitgekomen. Kan je vertellen wat voor ervaringen je daar hebt opgedaan? Nou, als je bij Nederlands elftal speelt, dan is het niveau daar een stuk hoger. Dus daar leer je sowieso heel veel van. En het is ook gewoon een heel trots gevoel om voor je land uit te mogen komen. Dus dat is, daar ben ik wel blij mee dat het mag. Wat voor keeper ben je? Nou, ik ben dus op mijn lijn goed. En ik kan goed meevoetballen. En ja, op zich ben ik ook redelijk dominant in duels in de lucht. Je hebt nu je eerste contract getekend. Wat moet voor jou de volgende stap zijn? Mijn volgende stap is om aan te sluiten bij ADO 1. Dat is mijn doel, zo snel mogelijk. En dan daar gewoon eerste keeper te worden. Je bent nog maar 15 jaar, dus er is nog tijd zat om dat doel te behalen. Ja, zeker nog tijd genoeg, maar op zich zo snel mogelijk als het kan. Eerst hier maar even van genieten. Ja, dat zeker.